allemaal. Het doet deugd aan mijn hart dat er zoveel volk vandaag is in deze weersomstandigheden. Een applausje voor jullie zelf. Dus er moet iets aan die norm gebeuren. Er moet meer personeel komen, er moet iets aan die norm veranderen. Dat is punt 1. Als jullie dat ook vinden, laat jullie een keer horen. Een tweede belangrijk punt voor ons is loon naar werken. We zien nu dat collega's onder elkaar toch een verschillend loon hebben. Wij willen dat uit de wereld. Er moet een harmonisatie komen. Er moet een loon naar werken zijn. Iedereen moet gelijk behandeld worden. Vinden jullie dat ook? En het derde belangrijke punt is, ook aan de subsidie moet iets gebeuren. Er is een veel te groot verschil in soorten subsidies. De subsidietrappen. Directies ondervinden daar nadeel van. Maar jullie uiteindelijk ook als personeel. En zoals ik zei, het straalt op veel meer dingen af. Wij gaan niet bij de pakken blijven zitten. Het stopt hier vandaag niet. Om ons te laten horen dat de werkdruk eigenlijk heel groot aan het worden is. En dat het nodig is van erbij stil te staan en dat er maatregelen genomen worden om dingen te veranderen. Maar we weten allemaal, goedkope kinderopvang bestaat niet. Er is altijd iemand die de prijzen betaalt. Ofwel zijn het de kinderen omdat de kwaliteit niet voldoende is. Ofwel zijn het de ouders. Ofwel het personeel omdat de lonen en de arbeidsvoorwaarden niet volstaan.